Oh. Er staat gewoon op de rug. Olivia. Heb je het wel eens laten zien op de vlog? Het is zo lief. Ik heb het wel laten zien, denk ik. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit in de Plantage, we hebben net een meeting gehad en we gaan nu naar huis. En het is vandaag woensdag, nee dinsdag, het is dinsdag. Dus kijk gezellig mee deze week. Ik ben op kantoor aangekomen en het is hier één grote chaos. We zijn pakketten aan het inpakken en ik zal het even laten zien. Kijk, hier zijn we aan het inpakken. En dit is het papier, dat wrapping paper en onze sticker. En deze is bijna uitverkocht. Het lichtroze gekleide pak. Daar gaan de laatste nu van weg. En ja, that's it. Het is boven al een tijdje heel erg rommelig en lacherig. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Dan ga ik even laten zien. Oh my god, kijk dan. Zo grappig. Wat zeg je? Wat ben je aan het doen? Dat was dan aan het poetsen zijn. Geef die melk even aan om. Maar is het gelukt dan niet? Nee. Ja, dat hoorde echt. Olly was een boekje aan gaan lezen. Dat was heel erg leuk en heel gezellig. Dat ochtendjasje is zo lief. Ik wilde dat zo graag op de foto zetten. Maar goed, nu heb ik het op de blog. Oh. Er staat gewoon op de rug. Olivia. Heb je het wel eens laten zien op de vlog? Het is zo lief. Ik heb het wel laten zien, denk ik natuurlijk. Echte kampioen. Hey guys, good morning. Volgens mij heb ik gisteren niet meer gefilmd nadat ik van kantoor kwam. Maar het is nu woensdagochtend en ik ben paars. Ik heb Olly naar de crèche gebracht en ik heb helemaal geen make-up op. Want ik wilde jullie iets laten zien. Gisteren heb ik met MNE, ik zal haar gegevens hieronder zetten, een LVL behandeling gedaan. Dat is een permanente wimperkrulling. Die heb ik één keer eerder gedaan. Ik zal de video ook linken. Dus nu zien mijn wimpers er zo uit. En ik ben daar heel blij mee. Ik hoop dat jullie het goed scherp kunnen zien. En het blijft ongeveer 10 weken zitten bij mij. Dus ik ben er heel blij mee. Ik ga nu naar Knap. Daar ga ik een clearlift laser doen. Dat heb ik best wel vaak gedaan. Heb ik best wel vaak gevlogd. En ik merkte dat best wel veel daar vragen over hadden. Sowieso over gezichtsbehandelingen die ik doe. Dus ik zal even kijken of ik bij Knap wat vragen kan stellen over de behandeling. En die met jullie kan delen. Ja. Maar goed, daarom heb ik dus nu geen make-up op. Omdat ik die behandeling ga doen. Ik ben aangekomen bij Knap en Priscilla gaat mijn clearlift doen. Die heeft eigenlijk al mijn clearlift lasers gedaan, dus ik dacht het is het handigst om haar wat vragen te stellen. Mm-hmm. Want jij doet ze voornamelijk, hè? Ja, klopt. Kan jij wat basic dingetjes vertellen over de behandeling? Ja, nou, clearlift is een laser die is eigenlijk non-operatief, dus dat betekent dat hij niet schade maakt aan de opperhuid en echt werkt in de ledenhuid. Hij verwarmt naar het collageen eigenlijk, dus hij maakt kleine explosies in de ledenhuid. En door die warmte krijg je eigenlijk een verstrakking van de hele oppervlakte van de huid. Nou, dat is niet pijn, hè? Het doet geen pijn? Nee, je voelt het helemaal niet. Het is alleen warm, maar dat is eigenlijk wel lekker. Ik heb er echt geen last van in ieder geval, nooit gehad ook. Nee, dat is toch top. Ja. En je werkt in verschillende dieptes, dus je werkt op stand 1, min 2, min 2, 0, plus 1, plus 2. Dus dat zijn allemaal verschillende dikke dieptes die je kan toepassen aan de huid. En die bouw je elke keer een beetje op, eigenlijk. Ja. En wat is het voornaamste resultaat wat jij gezien hebt sinds je doet? Wij hebben trouwens ook before- en afterfoto's, moeten we eigenlijk ook even kijken. Ja, wel leuk, kunnen we wel zien. Ja. Ja, je ziet, je merkt het vooral, vind ik altijd. De foto's is altijd een beetje zo'n momentopname. Ja, klopt. De ene keer kan je heel lekker hebben geslapen en de andere keer dan weer niet. En dat zie je dan ook weer op de foto's. Ja. Maar je merkt vooral dat je poriën verkleinen. Dat je huid. Dat we ook wel gezien inderdaad. Ja, je huid ziet er fris uit, wat strakker uit. De tint van je hele huidstructuur is gewoon wat beter. Wat egaler ook, hè? Ja. Want ook altijd een hele behandeling heb ik meteen met die 2-3 dagen na dat mijn huid egaler is. Of 2-3 dagen na, dan denk je echt wauw. Ja. En ook fijne lijntjes, dus het is echt fijne lijntjes die verdwijnen, maar die worden wel zichtbaar minder. Ja. Nou, let's start. Ik zal de behandeling ook even stukjes filmen. Ik heb dus altijd het meeste gevoel dat het bij mijn poriën werkt. Ik weet niet waarom. Ja. Dat het gladder wordt of zo. Ja. Hè? Volgens mij voelt je huid daarna ook best wel zacht of zo.
Ja, ik merk het wel echt hoor. En maals van morgenochtend als je dan wakker wordt. Dan heb je lekker ziet het er een beetje uit. Ja. Gek hè, dat het dan zo snel kan werken. Ja. Ik ben weer thuis. En mijn huid is een beetje rood nog, maar ik ga even mijn gezicht wassen. En make-up opdoen. En dan ga ik even wat foto's maken voor Instagram. Ik heb weer make-up op mijn gezicht. Ik heb deze hoed op van Lack of Color. Daar had ik best wat vragen over gekregen. Deze sieraden, deze eigenlijk al mijn eigen sieraden. Deze oorbellen zijn ook vanaf de eerste week van februari te koop. Die ook, die ook. Trui van Naked aan. Wacht, ik laat mijn outfit wel even zien in de spiegel. Dat is handiger. Sorry voor de intense mes alvast. Maar ik heb mijn Gucci heuptasje maar weer eens aan. Deze rok van Naked. Deze jas en deze trui ook van Naked. Dus ik ga er vandoor. Ik ben geëindigd op kantoor en ik ga even wat pakketten ophalen. Ik heb allemaal leuke nieuwe kleren van Naked besteld, dus die neem ik even meteen mee naar huis. Ik zou naar Kay gaan, alleen Kay heeft een beetje buikpijn, dus die is naar de huisarts gegaan. Dus hopelijk voelt ze zich zo beter. Ja, ik ga dus nu naar huis en ik denk dat ik thuis even alle nieuwe spullen van Naked ga laten zien. Dus ik zie jullie zo. Oké, ik ben thuis en we hebben gegeten. Bibi is er. Sander is er. Sander gaat morgen naar Los Angeles en dan naar Portland. En dan zie ik hem in Parijs. Ik ga zaterdag naar Parijs. En wat wilde ik zeggen? Ja, ik zou mijn Naked spulletjes laten zien. Maar dat doe ik morgen wel eventjes. Morgenochtend doe ik dat eventjes. En what else? Ja, we zijn thee aan het drinken en mijn favoriete troep aan het eten. Deze. Mag erin. De allerbeste drop ter wereld. Niet gesponsord. En as. No span. No span. Volgens mij heb ik deze drop al zo vaak gepromoot. Zullen we Carpool Karaoke kijken? Ja. Dat heb ik al best wel lang niet gezien. Ik heb er volgens mij best wel veel gemist. Nee, geen nee. Nee? Heb ik ze allemaal gezien? Deze is niet zo leuk. Oh, nee, die van Ed Sheeran vond ik ook niet leuk. Wat is een loverboy ook alweer? Is dat een boyer? Of iets anders dan? Vraag je dat mij? Mm-hmm. Waarom denk je dat ik daar een expert in ben? Ik denk dat jij een loverboy bent, ja. Een loverboy is, boy is inderdaad een... soort van boyer, toch? Ja, een soort van. Ja, ze hebben vandaag veel tickets gekocht voor het event. Ik weet niet of er nog tickets zijn als deze vlog online komt. Zo ja, dan zou ik die hieronder linken. Voordat jullie mij en Monica kunnen ontmoeten en pyjama's kunnen shoppen. En ik zal sowieso een link naar de pyjama's, mocht je niet kunnen komen, naar het event hieronder zetten. Ik heb uiteraard mijn stijle pyjama weer aan. Zoals elke dag. Ik ben zo vaak aan. Elke keer als ik jou zie, heb ik een elke keer. Ja, ik heb hem ook meteen toen ik thuis was aangetrokken. Maar het is ook zo koud en wind en rot weer heel de tijd. Zo koud? Het is echt heel koud. We hebben vandaag getennist. Deze mensen hebben vandaag getennist. Wat amazing. En ik heb nog steeds spierpijn. Dat is toch gek? Nog steeds spierpijn van het vorige. Spierpijn? Dat is toch gek? En Olivia slaapt lekker. Olivia begint zo te praten. Ze zei vandaag weer, slaap lekker mama. Het ging ze zo zwaaien. En ze zei ook zo tegen haar knuffels, want ik stond bij de deur te luisteren, hoorde ik haar zo... Shh, konijn, shh. Dan zeggen ze van jullie moeten allemaal stil zijn, want ik ga slapen. Ik heb er zo erg gemist. Ja. Ik ga er heel erg missen. Ik ga zaterdag naar Parijs en dan zie ik haar 5 dagen niet. Echt de hel. 5 dagen? Ja, echt de hel. I cannot. Maar goed, morgen weer werken. En dan vrijdag heb ik een borrel op de crèche. Ga je dan mee? Ik moet de taart, hartige taart meenemen. Morgen? Vrijdag. Nieuwjaarsborrel. Is wel leuk. Kunnen we met die kinderen spelen allemaal? 4 uur ga ik denk. 4:30. Nee, 4:30. Oké. Okay. Dan ben je toch klaar met school? Ja. Ga je dan toch mee? Ja. Anyways, ik ga zo lekker naar bed. En morgenochtend ga ik allemaal nieuwe dingen laten zien die ik gekocht heb. Dus dat is het. En tot morgen. Goedemorgen. Sander is net naar Amerika gegaan. Wij liggen lekker in bed, hè? Olivia ruikt zo lekker. Ja, wij liggen lekker even in bed tv te kijken. Oké,
Oké, nu echt goedemorgen. Ik heb me aangekleed en ik heb wat afspraken in de stad waar ik naartoe ga. En ik heb deze jas weer aan van Storets. En ik heb lekker mijn grijs pak aan, want het stormt buiten. En het is het zachtste pak ooit. Je kan hem shoppen via de link beneden. Dus dat ga ik doen. Ik voel me een beetje moe vandaag. Ik word de hele tijd wakker s'nachts van de storm. Dus let's go. Ik ben weer thuis. Ik was even weggegaan om foto's te maken. En pakketjes halen op kantoor in die verschrikkelijke storm. Een afspraak gedaan. En zo lekker als je zelf een product gemaakt hebt. Waar je zelf behoefte aan hebt. Zoals dit pak die ik dus elke dag aandoe. Omdat het gewoon een perfecte pak is voor altijd. En het is echt leuk, want ik krijg zoveel reacties van mensen die zeggen dat ze hem nooit meer uitdoen die hem binnen hebben. Dat vind ik echt super leuk om te horen. Het is wel grappig, want Monica en ik hadden eigenlijk niet verwacht dat dit pak de bestseller zou zijn van onze collectie. Je hebt altijd, zeg maar, van tevoren wel ideeën erover. Maar ja, dat is dus wel zo. Dit pak is het best verkocht tot nu toe. Vooral de roze. Daar hebben we er nog 2 van in een XS en volgens mij 20 in een medium. Ja, die was het populairst. Dus wel leuk in ieder geval om dat te zien en te horen. En ja, dus dat. Alleen we kunnen hem helaas niet meer restocken. Dus deze collectie is wel, als het nu op is, dan is het zeg maar op en dan is het klaar. Het was een eenmalige actie. En sommige dingen zullen wel wat langer blijven. Want we hadden een hele grote nieuwe order gedaan na het eerste, de eerste lancering, zeg maar. Toen waren er van bepaalde producten heel veel verkocht waar we niet genoeg van hadden. Dus daar hadden we meer van besteld. En zeg maar wat we daar nu dus nog van hebben. Dat, wat we daar nu van hebben, dat is zeg maar als het op is, is het op. En nee, dat blijft, ik hoop, voorlopig even nog maar online. We hebben dus die party waar je ons kan ontmoeten, op de foto kan en pyjama's kan shoppen. Ik zal de gegevens naar het event hieronder zetten. We zijn wel aan het kijken of we zeg maar nog aan het roze pak kunnen komen. Of dat we die 2 pakken die we hebben in de XS misschien apart gaan houden voor het event. Dat in ieder geval als iemand het heel graag wil passen, dat daar kan. We willen eigenlijk al onze producten daar aanbieden. Die gestreepte blouse is wel echt uitverkocht voor degene die het vroegen. Die hebben we daar niet meer, maar we hebben de Galaxy sowieso daar. De roze pyjama, sterrenpyjama, ooglapje, dit grijze pak. En nou ja, ik denk het roze pak dus in een ML. Dus dan weten jullie dat, realistisch gezien, waar je aan toe bent. Mochten jullie komen naar het event en hieronder kan je tickets bestellen. Nogmaals, die tickets kosten 10 euro, maar dat is puur en alleen omdat zowel Monica als ik in het verleden closet sales en dat soort dingen gedaan hebben. En dan gewoon allebei de ervaring hebben dat er heel veel mensen op afkomen, niet iedereen naar binnen kan. En dat is gewoon een hele vervelende situatie. Dus wij hebben nu gewoon dat je tickets kan kopen in tijdslots. En als die vol zitten, dan doen we ze dicht. En we hebben daarom ook, om een soort van barrière te zetten, ze 10 euro gemaakt. Die 10 euro krijg je dus terug als je iets koopt op het event. En we hebben sowieso een leuke goodie bag. Dus 10 euro waarde krijg je sowieso wel terug. Met leuke spulletjes erin. Dat blijft nog even een verrassing. Ja, that's it. Ik had beloofd dat ik Naked zou laten zien. En ik heb echt heel veel leuke spullen. Dus dat ga ik doen. Ik zit er ook aan te denken. Ik heb nog 1 uurtje dat de oppas er is. Dus ik heb nog 1 uur de tijd. Ik zit er aan te denken om mijn kast alvast even een beginnetje op te ruimen. En weer heel veel dingen weg te doen. Dat ga ik dan op United Wardrobe zetten. En doneren natuurlijk. Want ik heb zoveel nieuwe kleren. En ik wil zeg maar echt nu alle mooie spullen in mijn kast hebben. En ik had een leuk pakketje van Dior binnen. Tenminste, ik weet niet wat erin zit. Dus die kunnen we dan even samen unboxen. Die ga ik even halen. Zoals ik trouwens al zei, Monica en ik gaan zaterdag met Dior naar Parijs. Superleuk. Hebben echt mega veel zin in allebei. Met Dior Beauty. En we gaan zondag daar ook een shoot voor doen. En Dior Beauty heeft een Nederlandse webshop. Die zal ik hieronder linken. Sinds een weekje of 2. En daarom had ik dit pakketje gekregen. En alles wat je dus bestelt qua beautyproducten daar, hoorde ik, krijg je dus in zo'n leuke doos. En helemaal als een hele leuke experience geleverd. En daarvoor kan je de code NORXDIOR, ik zal hem hier ergens in beeld zetten, gebruiken als je gaat afrekenen. Als je beautyproduct gaat afrekenen. Dus laten we even kijken wat ik gekregen heb. Volgens mij zijn het mijn Dior favorites. Het ziet er dus zo uit. En zo. Oh wauw. Zo mooi met zo'n zakje ook erbij. Zo'n buspetje. Zo ziet het eruit. Ik heb Miss Dior gekocht. Dat is een parfum die gebruik ik echt al, I don't know, super lang.
Dus die. En daarnaast heb ik andere favorieten gekocht. Die zal ik ook even snel laten zien. Deze is alleen... Tenminste, ik weet niet of dit een favoriet is. Ik ga deze uitproberen. Ik had hier goede verhalen over gehoord. Dit is de Brow Styler. Van Dior. Dus die... Daar kan ik nog niks over zeggen. Dit is hem. Ziet er wel heel mooi uit. Qua... hoe dun die is. Daar hou ik echt van. Dat je zeg maar zelf haartjes kan tekenen. Dus ik ben benieuwd hoe die is. Ik kan het nu niet zo goed zien. Ik ga dit even uittesten de komende dagen. In ieder geval, die had ik besteld. Ik ga hem ook even in mijn toilettas doen trouwens. Nee. Maar wel echt leuk dat je zo'n leuke doos erbij krijgt. En zo'n leuk zakje. Want dit is echt leuk om de sieraden in te doen. Voor het reizen. En hier zit in. Oh, een mini Miss Dior. Dat is ook leuk voor reis. En een andere sample. En dan heb ik mijn favoriete oogkleurenpalet besteld. En die zit altijd in zo'n zakje. Zo. En dit zijn echt allemaal van die basic kleuren. Maar gewoon, ja, ik vind dit echt de fijnste kleuren die er zijn. Deze heb ik ook al een keer gehad en die is toen opgegaan. Dus deze kennen jullie waarschijnlijk wel. Even kijken. Ja, deze kleuren dus. Hij heet 647 een dress. En ik zit even te denken. Ik heb nog een favoriet. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe die heet. Nee. Zal ik wel even opzoeken anders. Dus dat. En nu gaan we kijken naar Naked pakketjes. Ik heb wel een aantal dingen al wel aangehad. Ik wil altijd wachten dat ik alles ga unboxen. Maar ik heb die nog wel aangehad. So let's do it. Oké. Okay. Sorry voor de kreukels, maar dit is echt de beste blouse online vindbaar. Hij is van Justice en ik heb hem dus via Naked besteld. En er zitten blauwe streepjes in. En hij heeft die hele wijde mouwen en dit is dan zeg maar strak. Ik vind hem echt super mooi. Misschien dat ik hem even moet strijken voor de gelegenheid, maar sorry. Ja. Oh, vergeet het altijd te zeggen, zo stom. Krijgen ze altijd DM's erover op Instagram of ik nog een kortingscode heb. Dat heb ik. Dat is 20% korting met Noor20. Ik zal het hier in beeld zetten als je gaat shoppen. Dus laten we alles gaan unboxen. Wat vinden jullie van mijn kledingkast? Opgeruimd, hè? Zien jullie dat daar? Daar is de troep. Oké, okay. Volgende outfit. Dit is de volgende blouse. Die is ook een beetje gekreukt. Sorry daarvoor. En die is off-shoulder. Van Naked's eigen merk. En ik heb natuurlijk die Dior top. Waar ik zeg maar die bandjes waar dat Christian Dior op staat. Die wil ik vaak dragen. Maar ik heb niet echt leuke dingen om het bij te doen. Dus ik dacht dit is gewoon coole blouse. Om dat onder te dragen. En dit is ook wel leuk in de zomer met een rokje denk ik. Deze blouse. Maar nu kan die op zich ook wel. En ik hou heel erg van als je mijn sieraden goed ziet. En met dit soort top zie je altijd zo je sieraden. Heel mooi. So I like it. Jullie moeten trouwens even commenten hieronder wat jullie favoriet is van alles wat ik vandaag laat zien. Oké, okay, nou zoals jullie weten heb ik echt honderden truien van dit. Wacht even kijken, zo zie je hem helemaal. Van dit formaat. En daar ga ik er dus wel een aantal van weg toe. Maar dit is echt nu mijn favoriet, want anders had ik hem niet gekocht. Met wijde mouwen, hij is navy blauw. Ik vind hem echt super mooi. Het is echt zo'n trui die ik elke dag aan wil. En de mouwen zijn dus echt super wijd. En deze trui is ook redelijk goedkoop. Ik vind deze echt super leuk, zo met die mouwen. En hij is heel zacht. En echt zo'n elke dag trui. Lekker voor dit weer. Ik denk dat dit mijn favoriet is. Ook al is het best wel saai. Dit is gewoon wel degene die ik zeg maar het meest ga dragen waarschijnlijk. Omdat dit gewoon is wat ik elke dag aandoe. Dus ik denk dat dit mijn favoriet gaat worden. Maar ik update jullie zoals we klaar zijn wat mijn favoriet was. Oké, dit is echt het coolste van het coolste. Deze jurk, vest, anything. Over een badpak. Kijk die mouwen. Dit is echt... Nou, als jullie mijn stijl kennen, dit is zeg maar echt wat ik het allermooiste ooit vind. En ik ga naar Jamaica volgende maand. En deze gaat echt 100% mee naar Jamaica. En die ga je ook zeker op foto's zien. Echt, hoe freaking cool is dit ding? I cannot. Dit is zo nice. Ik ben echt heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar dit is echt mijn stijl. Echt mijn droom item. Alleen jammer dat ik hem nu nog niet aan kan. Maar it's okay. Nou, je kan hem nu wel aan. Zo, zoals ik hem nu aan heb. Alleen, dan moet je wel een bepaald soort stijl hebben. Maar ik vind hem echt awesome.
Het volgende item is dit jasje. Vind ik ook echt super leuk. Ik denk dat ik deze mee ga nemen naar Parijs. Daarom had ik hem eigenlijk uitgekozen. Die kreukels lijken trouwens echt erg door dit gele licht in mijn kast. Maar het valt wel mee. Hij zit zo. Zoals ik al eerder zei, ik koop bij Naked altijd alles een maat groter. Want ik vind dat alles klein valt. En ik zal de items, zeg maar de link, nee, items per link. Link per item hieronder zetten. Maar ik vond het wel cool, een beetje zo'n Frans-achtige look. En dan helemaal zwart. Ik twijfel dus heel erg of ik deze hoed al heb laten zien in deze vlog. Ik vind hem echt super leuk, helemaal voor dit weer, obviously. En deze had je ook bij de Zara, net iets anders. En toen wilde ik hem zo graag. Ik heb hem bij meerdere winkels gehad en toen was hij uitverkocht. En nu heb ik hem eindelijk bij Naked gevonden. Dus die gaat ook mee naar Parijs. Ik vind deze echt leuk, helemaal met gouden oorbellen en sieraden. En ja, I like it. Oké, ik denk dus dat jullie deze trui het leukst gaan vinden. Ik weet niet waarom, zo'n voorgevoel heb ik. Ook omdat jullie die Tommy trui altijd zo leuk vinden. Dit is dus een sweater. En ja, ik vind dit dus ook heel leuk met gouden sieraden. Zo met die kettingen erop en zo. Ik kan er niet zoveel meer over zeggen. Hij is van Calvin Klein. En ik heb hem nog nooit gezien, ook weer andere. Ik weet ook niet, deze verkopen altijd heel snel uit. Ik weet niet of die er nog is of hoe of wat. Maar ik vind hem echt heel leuk. Deze trui heb ik wel al laten zien, want die heb ik deze week al 2 keer aangehad. Ook zo'n zachte trui, hij lijkt een beetje op die donkerblauwe. Alleen hij is dus zwart en ook zo'n... Dit zijn dus altijd mijn favoriete kledingstukken, omdat het gewoon van die everyday trui zijn. Ik heb hem even met die vintage Fendi broek aan en een vintage Gucci riem. Allemaal vintage trouwens. Heb ik hem nu aan. Maar ja, dit kan ik zelf echt aanraden. Hij is rip. En ja, super zacht en echt een chille trui. Die je echt heel veel kan combineren. Wat vinden jullie er trouwens van dat ik in deze spiegel film? Normaal film ik beneden, maar ik dacht dat het gezellig in mijn kast een keer. Oké, we zijn er bijna doorheen. Maar dit is het ene laatste, zeg ik dat goed? Ja. Deze jurk in het roze met stippeltjes. Ik vind hem zelf echt super leuk. Maar ik heb wel een beetje een probleem, want ik heb van dit soort dingen echt heel veel. Oké, nog niet in het roze, maar in het donkerblauw heb ik er 1, 2, waar is het andere pakje? Nog een pak. Ik heb deze, precies deze jurk ook van Naked. Ook nog nooit aangehad. Maar die heb ik in het donkerblauw. Maar goed, deze gaan ook allebei mee naar Jamaica. En deze ook. Ik kan echt niet wachten om al mijn jurken aan te trekken. En deze vind ik heel leuk. Helemaal als ik bruiner ben dan dat ik nu ben. Zo lang is die. En volgens mij heb ik hier wel gewoon een maat 36 van. Want deze vallen... Een S. Ja, hier heb ik een S van. Want deze vallen niet heel klein. En ik heb het beste voor het laatst bewaard. Namelijk deze. Awesome trui. Zo zit hij. Ik heb hem even hierover aangedaan. Maar deze kleur is echt fantastisch. Ik hoop dat jullie de kleur goed kunnen zien. Hij is roze met van die wijde mouwen. Nice. Ik heb hem even naar binnen gedaan. Hij is zo lang. Deze is echt amazing. Die krijgt een mooi plekje op de roze stapel. Maar misschien gaat hier wel iets van weg. Of alles. Eigenlijk. Ja. Ik heb dit allemaal zo lang niet aangehad. Maar goed. Deze komt daar in ieder geval. Want hier ben ik zo blij mee. Deze is ook echt leuk met spijkerbroek of zo. Oké, nou ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het is even later en Bibi en ik hebben gegeten. Bibi is naar bed gegaan. En ik ben nog steeds aan het opruimen. Mijn kast is echt een bende en ik ben een beetje mijn koffer aan het inpakken. En eigenlijk ben ik ook aan het wachten tot Sander geland is. Het stormde heel erg. Zij is wel met een beetje vertraging vertrokken, niet heel erg. Maar ik zal eens kijken of hij me gebeld heeft inmiddels. Nee. Ik wil altijd voordat ik naar bed ga dan even toch met hem kletsen. Maar helaas, he is not here yet. En ja, het is dus donderdagavond. Oh, ik zal trouwens nog heel veel het pak laten zien voor degene die over de maat vragen. Ik slaap dus in deze elke dag. De zachtste pyjama ooit, stijle pyjama. En bij mij zit hij zo. En ik draag dus een M. En zoals jullie zien zit hij wel groot. Ik heb ook een small en die top van die small, die draag ik overdag met de spijkerbroek. Want dat vind ik dan het iets mooier, maar kijk, voor 's nachts vind ik dit fijner. Dus dan weten jullie dat. Het hangt er maar net vanaf wat je zelf ook fijn vindt.
En ja, ik ga nog even wat laatste dingetjes opruimen. Ik heb in ieder geval heel veel truien weggedaan. 2 vuilniszakken vol met truien. Dit is wat er nu nog over is. Kijk. Dus dat is top. Daar is die nieuwe trui ook. Ik heb echt zin om deze te gaan dragen. Die Calvin Klein. En die roze ook van Naked. Daar ben ik ook heel blij mee. Dus ik ga er nog even verder mee. En dan slapen. En ik wil bij deze ook de vlog afsluiten. Volgens mij heb ik trouwens ingezoomd. Ja. Ik wil bij deze ook even de vlog afsluiten voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden naar te kijken. En ik zie jullie woensdag weer. Als je nog niet gesubscribed bent, doe dat dan hier.